Hugo Heijnen. Namens de boekers Justin van Uden. IJsselkosters met Sven Takkenkamp. FC De Vaart met Pim Palmers en Bjorn Boesekol. Namens FC Nuland Koen Nijssen. De Logsprinters dan met Rory Winkel. En namens de Flying Boys Daan de Vries. En dan kijken we hier als allereerst bij de eerste bocht. En dat is die man van de Flying Boys, Daan de Vries, is hier vertrokken. Hij bijna valt dat je daar in de eerste bocht. Maar iedereen weet gelukkig zijn fiets nog vast te houden. Wij gaan kijken daar naar de Logsprinters. Rory Winkel zit op 2. Maar aan zijn binnenkant komt die man van FCC De Vaart. En die staat denk ik Bjorn Boesekol. En die schuift dan toch daar even terug hoor. Schuift daar toch terug naar plek nummer 3. Helemaal vooraan. Als er alles goed gaat en er geen fouten worden gemaakt, is het Daan de Vries die er met de titel vandoor gaat hier. Het is Rory Winkel dus op 2. En het is inderdaad de 2.98 van Bjorn Boesekol die derde positie. Sven Takkenkamp dan nog mee op 4. Maar winnaar vandaag dus Daan de Vries.